We hebben hier een Raptor 2 meter camouflage en we gaan vandaag uitleggen hoe we deze boot het beste kunnen installeren. Bij aanschaf van een boot met airdekvloer leveren wij een speciale voetpomp die onder hoge druk kan oppompen. Wanneer je de airdek wil opblazen, haal je het dopje eruit en zal de pomp ervoor zorgen dat je onder hoge druk de airdekvloer op kan blazen. Hier zal lucht uit ontsnappen. Maar via de slang zal er onder hoge druk lucht in de vloer terechtkomen, waardoor de boot optimaal functioneert. In ons assortiment hebben wij ook een elektrische pomp voor het eenvoudig opblazen van de rubberboot en de airdek. Deze gebruiken wij altijd. Snel, eenvoudig en altijd de boot op de juiste druk. Door middel van het wieltje kun je de juiste druk instellen voor de boot. De ideale druk voor de tubes is 25 en de ideale druk voor de airdek is 70. En dat kun je door middel van het wieltje eenvoudig snel instellen. Druk op de knop. En de pomp gaat draaien en slaat automatisch af wanneer de kamers op druk zijn. Ik heb nu een beetje lucht gezet in alle kamers, zodat we de airdek eenvoudig kunnen installeren. Het airdek ligt nu goed in de boot. En deze gaan we nu door middel van de luchtpomp op druk brengen, zodat hij in de juiste plek in de boot ligt. Momenteel wordt de airdek snel opgeblazen en zoals je nu hoort schakelt de pomp over naar drukstand, zodat de airdek onder de juiste druk opgeblazen wordt en schakelt vanzelf uit. Dit model boot is uitgerust met twee kamers. Eén kamer is uitgerust met een overdrukventiel, wat zich hier bevindt. Het is essentieel dat deze kamer als eerste volledig opgeblazen wordt en vervolgens de tweede kamer. De ventielen zijn uitgerust met ringen met daarop informatie hoeveel druk en welke kamer als eerste opgeblazen moet worden. Op dit ventiel staat 1 en op het andere ventiel staat 2. Inmiddels zijn de kamers volledig op druk opgeblazen. Zoals gezegd was het essentieel om deze kamer als eerste onder volledige druk te zetten. Daarmee werkt dit overdrukventiel. Wat er in feite gebeurd is, hier zit een schot. Dit schot staat inmiddels zo bol. Wanneer in deze kamer de lucht zou uitzetten door warme lucht, drukt die tegen deze kamer aan en zal hier lucht ontsnappen. Zo is de hele boot met één ventiel volledig beveiligd tegen overdruk. Als laatste blazen we de kiel op. Met de paddles en de bank geïnstalleerd is de boot nu klaar om te water gelaten te worden. Wij leveren ook motoren en accu's om optimaal gebruik te maken van jouw Raptorboot. Voordat je de motor op de accu aansluit, controleer altijd of de motor op de nulstand staat. Bij onze boten leveren een stuk touw. Wij doen hem altijd dubbel, zodat hij niet te lang is. Zorg er altijd voor dat het touw sowieso niet te lang is, want anders kan die in de motor terechtkomen terwijl je aan het varen bent. Ik ga nu eerst mijn hengel uitvaren. Ik gebruik altijd deze ring die in het midden van de boot zit voor het eenvoudig monteren van de quick release. Doe altijd een reddingsvest aan en vergeet zeker niet om je paddles te monteren voor het geval je met een lege accu komt te staan. We hebben onze boten zo ontworpen dat de hedendaagse karpenvisser hier optimaal plezier aan gaat beleven. Zo hebben we de lengte-breedte verhoudingen maximaal benutbaar gemaakt, de spiegel ver naar achter geplaatst en de binnenbreedte extra opgerekt, zodat er veel plaats is binnen in de boot. Dit zorgt voor meer plek en voor meer stabiliteit wanneer je staand in de boot een vis aan het drillen bent. Daarnaast hebben we de tubes rond afgerond, zodat je meer stabiliteit aan de achterkant hebt ten opzichte van versies met punten. Zo hebben we alle componenten op de boot dubbel verlijmd voor de hoogste kwaliteit. De bank is verstelbaar over een grote lengte, zodat kleine en grote mensen een optimale positie kunnen vinden. Al onze boten zijn uitgerust met een extra dikke spiegel voor het gebruik met zwaardere benzinemotoren. De spiegel is tevens dubbel verlijmd voor extra kwaliteit en lange levensduur van de boot. Voor het eenvoudig vervoeren en tillen van de boot zijn achterop de tubes twee handvaten gemonteerd. En tevens twee handvaten voorop de boot
voor het eventueel vastzetten van spullen of het eenvoudig dragen van de boot. De onderkant van de boot is uitgericht met brede beschermstrips aan de zijkant en voorop de boot. Sterke D-ringen om spullen aan te monteren. Tevens is onze boot voorzien van een extra dikke kiel, zodat je koersvaster kunt varen. Alle kwetsbare punten zijn extra verstevigd, zo is de spiegel voorzien van een extra brede strip, zodat de spiegel zomaar niet kan beschadigen. Al onze boten die uitgerust kunnen worden met een airdek of aluminiumvloer, zijn tegenwoordig uitgerust met een blok waaronder beide vloeren eenvoudig gebruikt kunnen worden. Onze HD camouflageboten hebben een uniek donker camouflagepatroon, 1 mm dik, hoge schuurvastheid, optimale kwaliteit. En daarmee hebben wij de allerbeste karpenboot voor jarenlang comfortabel en veilig bootgebruik.